En tussen de wagens ben ik daartussen gegaan zo. En in één keer stond ik voor hem, op enkele meters. En ik heb die bekeken, hè, en goed bekeken. En ik zeg, oela. En dan ben ik weggelopen. Hij had een ding aan, een jas aan, een zwarte jas, dat weet ik heel goed. En van de andere kant had hij zijn wapen in zijn hand. En hij was groot, heel groot. Dat is me al opgevallen, als ik ervoor stond. Hè. Dan zijn hoofd. Ze hebben mij gevraagd, hè, droeg je een masker? Ik zeg, nee, die droeg geen masker. Hij had een smal gezicht. Op 27 september 1985 staat onze getuige oog in oog met de zogenoemde reus van de bende van Nijvel. Samen met enkele vrienden is hij affiches aan het plakken aan de parking van de Delijze in Overijse als de bende toeslaat. Nadat hij de hulpdiensten verwittigt, keert hij terug naar de parking en daar ziet hij een dader. De man legt een getuigenis af onder hypnose en die leidt tot de beruchte robotfoto 19. Die heeft mij laten plaatsnemen in de zeden en dan heeft hij gezegd welke methode dat zij gingen toepassen. En er was een tekenaar bij en een cameraman. Dus alles is gefilmd geweest. En op een zeker ogenblik hebben ze een foto voor mij gehouden. Heeft hij mij wakker zo uit de dingen gebracht. En heeft gezegd, is dat al gezien hebt. Nu gezegd wordt wie de vermoedelijke reus is, en er naast de robotfoto ook archiefbeelden van hem opduiken in de media, wordt de getuige zo goed als zeker bevestigd in zijn beeld. 90-100, zeg ik zeker. 90-100 kunt je nooit niet zeker zijn van iets. De manier waarop hij stapte, aan de manier waarop hij ging, dat was het wat ik gezien heb.